allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is 4 minuten over 12 en ik ga nu pas de vlog beginnen. Hoe komt dat? Nou, dat kan ik jullie allemaal vertellen. Degenen die de livestream van vorige week gezien hebben, die weten al een beetje waarom het komt. Ik had problemen met mijn camera. Mijn camera die was ineens kapot. Ik dacht dat mijn camera kapot was. Ik had dus donker beeld en dat kan ik wel eventjes situeren. Even kijken hoe ik dat ook weer deed. Dat deed ik zo. Ik had dus dit rare beeld had ik. Echt heel erg raar. Rare gloed erin. Raar. En toen was ik in paniek. Ik dacht bij mijn eigen, hoe komt dat toch? Nou, er zit hier een draaiknop aan. En de draaiknop had ik per ongeluk op een andere stand gezet. En daardoor deed mijn camera het dus niet meer. Nou ja, de camera deed het wel, maar heel donker en lelijk beeld. Dat is dus de reden dat, dat hij het dus niet deed. En kwam ik daar pas achter. Dan kwam ik eigenlijk in de livestream achter van vorige week. En toen had ik nog gezegd van, nou ja, wat de heck, ik ga gewoon alles opnieuw filmen. Dat betekent dus dat ik ongeveer een minuut of een kwartier, ongeveer een kwartier, 20 minuten, moet gaan lullen. Nou, wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Jullie hebben het om 12 uur gezien. Toen heb ik een hele mooie vlog gemaakt van de sneeuw. Het was echt pracht, echt een prachtbeeld. Het was hartstikke mooi. En zo vaak heb je in Spijkenissen of in Nederland heb je niet zo vaak sneeuw. Dus dit was wel de ideale gelegenheid om te gaan filmen. Om dat op beeld te zetten, want het was wel echt ontzettend mooi. Nou, inmiddels is het al een klein beetje allemaal gegaan. Maar ik heb gehoord dat het morgen weer gaat sneeuwen. Het is een beetje aan het smelten al. Maar ik heb gehoord dat het morgen weer, dat het morgen weer gaat sneeuwen. Dus we wachten het wel af. Ik moet nog wel even morgen de kippiespan terugbrengen van de verjaardag. Die moet ik er even terugbrengen. En dat moet ik nog even doen. En dan, dan moet ik gewoon even kijken. Breng ik even snel terug en dan is dat ook weer geregeld. En daarna stap ik in de metro. Dan wil ik in de metro stappen. Ik zou dus, omdat mijn camera het niet deed, zou ik naar de Mediamarkt gaan om even mijn beklag te doen. Dat mijn camera het niet deed en dat ik gewoon een nieuwe camera wil als die kapot is. Maar ja, dat is dus nu al opgelost, dus dat hoeft nou niet meer. En wat dat betreft, gelukkig. Maar ik ga nog wel even naar de Mediamarkt morgen. Want ik ga twee nieuwe batterijpacks kopen. Hier zie je het plaatje ervan. Die batterij ga ik kopen, want dan heb ik, ik wil twee batterijpacks kopen. Zijn 15 euro per stuk zijn ze, of 20 euro per stuk waren ze. Het is wel even 40 euro, maar dan heb ik in ieder geval weer een mooie, paar batterijen erbij, dan kan ik weer mooi filmen, want ik heb er nu eentje en dat gaat best wel goed, maar met grote vlogs wil ik eigenlijk 2 à 3 batterijen hebben. Dan kan ik gewoon alles filmen. En dan kan ik gewoon op mijn gemakkie, zonder bang te zijn, kan ik alles filmen. En met de Efteling wil ik ook nog onrides gaan doen. De Q&A wil gaan doen. Met Joost, dat moet gefilmd worden natuurlijk. En ik wil nog een paar onrides gaan maken. Een paar onrides van de Efteling. Van de Carnaval Festival, de Fata Morgana. Wat heb je nog meer allemaal? Symbolica, al die alles. Maar dat wil ik dus eigenlijk allemaal eventjes in een onride ook gaan maken. En
Oh ja, trouwens, Droomvlucht, daar wil ik ook wel even onride van maken. En dat ga ik dan filmen. En dat komt dan op de losse afspeellijst. Die heb ik nu al gemaakt, die kunnen jullie nog niet zien. Had ik het voor mij vorige keer in de vlog ook al verteld. Maar er komt ook een aparte afspeellijst met alle onride video's van de Efteling. Nou, ja, dat is hartstikke leuk. Maar daar moet je dus een hele hoop batterij voor hebben. Want dat is best wel veel werk. Dus ik ga gewoon drie batterijen of twee batterijen gaan kopen. Dan heb ik in totaal drie batterijen. Nou, als ik dan nog niet kan filmen, dan weet ik het ook niet meer hoor. Dan weet ik het ook niet meer. Nou, nog even een kleine terugblik op de verjaardag gisteren. Joost, die heeft lekker mijn lamp gesloopt. Bedankt, Joost. Nee hoor, grapje. Was een hartstikke gezellige verjaardag. Melanie was er, Rob. Twee kinderen van Mel. Even kijken. Ricardo's moeder was er. Ricardo was er. Joost, Ramon, Vincent, Tessa. Was echt super gezellig. Mijn buurman die is zelfs nog geweest. En ja, was super gezellig. Was een super gezellige verjaardag. En ja, was echt top, jongens. Ik vond het ook echt ontzettend leuk dat jullie er waren. En ik heb genoten die dag. Ja, jullie ook als het goed is. Jullie hebben de video gezien. Ik hoop niet dat er te veel gekke dingen in zitten. Maar ja, ik vond het toch wel leuk om eventjes dat te filmen. En ook met jullie te delen hoe mijn verjaardag was. Nou, het is inmiddels 1:15. Bijna 10, nee, 10 over 12 is het. Het is bijna 10 over 12. En ja, ik ga dadelijk naar mijn bedje toe. Ik ga misschien nog heel even een video editen. En ik wou nog even deze video opnemen. Want anders dan hebben jullie. Ja, heb ik op zondag maar één video. En ik wil op zondag ook gewoon twee video's hebben. Ik wil die vlogs een beetje lekker opkrikken. Dat er meer vlogs zijn. Normaal kan ik natuurlijk, als ik werk, kan ik normaal maar één video per dag doen. Omdat, ja, als ik aan het werk ben, dan kan ik gewoon niet filmen natuurlijk. En je komt laat thuis en ja, dan kan ik nog wel eventjes een beetje de avond filmen. Maar je hebt niet de hele dag tijd om te filmen. Dus wat dat betreft, ja, kan je maar één video eigenlijk ja, kan je maar één vlog opnemen per dag dan, als ik aan het werk ben. Dus ja, nu in de vakantie heb ik gewoon meer tijd ervoor en kan ik gewoon lekker filmen en leuke momenten met jullie delen. Nou, morgen als ik naar de Mediamarkt ga, neem ik ook mijn camera mee. Maar dan moet ik even kijken of ik nog een beetje kan filmen. Want ja, het is best wel druk in het centrum en je weet het allemaal niet tegenwoordig meer. Je bent tegenwoordig je leven niet meer zeker. Maar ik wil wel nog even een vlogje opnemen als ik op pad ga. Even mijn mutsje even opruimen. Zo, die is ook weg. Ook al weg, ook al weg, ook al weg. Alle visite. Kijk, alle visite, alle visite. Ook al weg, ook al weg. Dus ja, dus vandaar. Dus nou, morgen komt er Ramon. Die komt aan mij een kaartje betalen van de Efteling. En dan doe ik het online voor hem bestellen, kopen. En dan kan hij ook naar de Efteling toe. Ja, dan kan hij ook naar de Efteling en dan heeft hij ook die 2 euro korting. En ja, dat kan ik gewoon zo doen en dan is dat ook weer geregeld. Dan heb hij tenminste ook een kaartje. Mijn kaartje die heb ik al, leg veilig opgeborgen hier in de kast. Ik heb ook een parkeerticket heb ik. En ja, ik ben verder helemaal klaar, jongens. Ik hoef alleen nog de batterijen morgen even op te laden, als ik die nieuwe batterijen heb. Moet ik even die batterijen even opladen. En dan kan ik gewoon. Ja, dan heb ik gewoon 3 batterijpacks en 2 SD-kaartjes. Ik had iets in totaal iets van 98 gigabyte aan ruimte. De een is 32 en de ander is 64. Dus ik heb genoeg video. Ja, genoeg. MB dan om te filmen.
En ja, zoals ik al zei, de Q&A komt er nog aan. En ik wil nog onrides filmen. En er komen nog een hele hoop dingen bij kijken. Dus twee kaartjes heb ik echt wel nodig. Later met de tijd wil ik nog wel een keer een tweede kaartje er nog een keertje extra bij gekopen. Ben ik helemaal safe. Maar ja, met twee kaartjes moet ik het. Ja, moet het wel lukken aanstaande dinsdag. Dus vandaag. Nou, ik ga het dadelijk hem weer neerleggen. Het is even een korte vlog. 10 minuten zie ik ongeveer. Dus, maar ja, ik heb verder niet veel meer te melden. Verder niet echt veel meer meegemaakt. Ja, het sneeuwde ineens in Spijkenisse. Wel een ontzettende leuke verrassing. Toch wel, ja, ik. Oh, nou heb ik ineens. Oh, kijk nou wat ik gedaan heb met mijn stomme kop. Heb ik gewoon twee rollen geopend. Oh, dat is dom. Maar ja, het was wel even een leuke verrassing, de sneeuw. Zo vaak gebeurt dat niet in Nederland. En meestal, als het dan eigenlijk gaat sneeuwen, dan is het nog eens een keertje natte sneeuw ook. Dus dan blijven die liggen. Dus dan hebben we er ook niet echt veel meer aan. Maar nu is het gewoon sneeuw wat blijft liggen. Dus dat is wel extra leuk. Is dat, alhoewel het nou al toch wel aan het smelten is. Maar zoals we al doorgegeven hadden. Zou er ook nog een pak sneeuw komen? Nou ja, we gaan het allemaal wel zien. Je weet het nooit hier in Nederland met het weer. Dus wat dat betreft wachten we maar gewoon af. En als ik naar Rotterdam ga, naar de Mediamarkt, dan ga ik toch met de metro. Want ja, je kan nergens in Rotterdam kan je auto kwijt. En als je je auto kwijt wil in een parkeergarage, dan betaal je gelijk weer de hoofdprijs. Dus dat is ook niet echt. Nou, dat is ook niet echt de bedoeling. Dus ik ga gewoon lekker met het openbaar vervoer ga ik. En dan, ja, als ik met het openbaar vervoer pak, gewoon de metro. En dan kan ik zo instappen. En dan ben ik inmiddels ben ik wel weer thuis. Op een gegeven moment. Want je stapt gewoon bij de beurs, stap je in. En die rijdt zo naar Spijkenissen toe. Dus dat is wel extra makkelijk. Ik zit ook even lekker aan een biertje. Zit ik even. Ik heb nog een hoop bier over. Ik heb ook nog een fles. De fles Captain Morgan. Die is aardig hard gegaan. Ik weet niet meer. Wat zat er nou nog wat in? Nee. Nee. Die fles Captain Morgan. Die is al helemaal leeg. Maar ik heb nog wel een lekkere fles. Bacardi ook hard. Die had ik eigenlijk voor mijn verjaardag gekocht. Maar die is niet opgegaan. Dus die bewaar ik lekker. Dan kijk ik nog even een rummetje nemen. En ik heb hier nog een hele partij bier. Dit is eigenlijk al het bier wat eigenlijk over is. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ja, hier ook. Ik heb zelfs nog één tray helemaal vol. Maar dat komt wel op. Dat komt allemaal wel goed. Dat komt allemaal wel goed. Dat ruim ik wel op. Ja, nou, momenteel kan ik het lekker buiten blijven. Ja, kan ik het lekker buiten neerleggen. Omdat ja, het is lekker koud buiten. Dus ik heb het lekker buiten gezet. Dan is het lekker koel. En dadelijk als het weer verandert, dan doe ik het gewoon in de koelkast. En dan blijft het wel goed. Ja, voor de rest heb ik niet veel meer te melden, jongens. Ik heb niet veel meer te melden. Ik ben momenteel bezig met de verjaardagsvlog. Daar ben ik mee bezig. En ja, dat is de video waar ik aan bezig ben. En dan moet ik toch de sneeuwvideo en deze video moet ik doen. En dan ben ik ook weer bij. Nou, morgen weet ik nog niet wat we doen. Morgen één of twee vlogs. Dinsdag zal ook een korte vlog worden, omdat ik natuurlijk ook de Efteling heb. Of ik stel gewoon de Efteling een week uit. Dan moet ik even kijken hoe ik dat doe. Ik wil eigenlijk de Efteling eigenlijk ja, 2 dagen of 3 dagen nadat. Ja, 2, 3 dagen nadat ik in de Efteling ben geweest, waar moet ik hem eigenlijk online al zetten. Maar moet ik even kijken.
Ik zal dinsdag in ieder geval wel laat thuis zijn, want we willen nog om 17:15 naar de Aquanura kijken. Die is er. En ja, dat is wel leuk om dat te zien. En ook mooi om te filmen natuurlijk. Dus dat wil ik eigenlijk ook nog wel even filmen eigenlijk, eventjes. En ja, daarna willen we nog, lijkt het me gezellig om nog gewoon even lekker met z'n allen gezellig bij de Mac te gaan eten. En dan eten we lekker bij de McDonald's en dan nemen we daar nog een lekker hapje. En dan rij ik daarna weer terug naar het metrostation waar iedereen zijn eigen weg gaat. Dus we moeten nog even kijken. Ook moet Ricardo nog even een berichtje sturen erover. Joost die zal geen probleem zijn. Ik denk voor Ricardo misschien ook niet. Maar dan moeten we even kijken. Maar het lijkt me wel gezellig om dan na afloop nog eventjes lekker wat te gaan eten. Bij de McDonald's. Een lekker minuutje of zo. Dat is wel gezellig. Dan kunnen we daar misschien ook de afsluiter opnemen. Dus wat dat betreft nog genoeg leuke dingen te doen. Nou, ik ga hem hier bij deze, ga ik hem gelijk even afsluiten. Het is even een kort vlogje, maar dat heeft alles te maken met mijn camera. Ik kan er helaas niks aan doen, jongens. Mijn excuses hiervoor. Maar ja, door de problemen met mijn camera heb ik geen tijd meer gehad om op te nemen. Ik kan er wel even iets opgenomen met mijn... Met mijn computer had ik nog wel even iets met mijn webcam ook nog wel wat opgenomen. Maar ik denk, weet je wat, ik neem gewoon alles opnieuw op. En dan kan ik dat gewoon doen, dat is veel beter. Dus wat dat betreft, ja, wat dat betreft. Weer dat bekende stopwoordje, wat dat betreft, hè. Het valt me steeds meer op dat ik dat als stopwoordje gebruik. Nou, Michael die had me ook nog geholpen trouwens met mijn camera. Nogmaals bedankt Michael daarvoor. En die had ik even teruggebeld ook om te zeggen dat het gelukt was. Dat het gewoon een instelling was op mijn camera. En ja, dat het grote euvel was. En omdat hij mij geholpen heeft, vond ik wel even netjes om even te bellen. En even te zeggen dat het gelukt was, gelukkig. Dus ja. Ik heb ook nog even Metro Simulator gespeeld. En misschien ga ik dat dadelijk ook nog wel even doen. En gisteren had ik... Nee, gisteren of eergisteren had ik weer even Planet Coaster gespeeld. Blijft een leuk spel natuurlijk. Maar ik moet nog steeds even kijken. Ik heb tegenwoordig zo weinig tijd. Ik ben zo bezig eigenlijk met de vlogs. En oh ja, daar wou ik het trouwens ook nog over hebben. Er was... ik heb één probleem. Ik had beloofd om dit jaar... om deze decembermaand een dit was 2017 op te nemen. Nou, dat gaat helaas niet door. Dit was 2017 gaat niet door. Er komt wel één aflevering. Ik wil gewoon eigenlijk één video ervan maken. Maar ik zou eigenlijk dan in een hele maand tijd zou ik ook een aflevering opnemen. Maar dat is zoveel werk is dat. En dat ga ik gewoon niet redden. Omdat het, ja, er zitten ook heel veel vlogs deze vakantie bij. Dat ik 2 vlogs heb. En ik zit gewoon echt krap in de tijd. Het gaat me gewoon niet lukken om elke week of zo een dit was 2017 op te nemen. Dus ik wil eigenlijk met oud en nieuw wil ik eigenlijk 1 aflevering gewoon opnemen. En dan wil ik dat online gaan zetten. Dus dan krijgen jullie wel een beetje een overzicht van dit jaar, van 2017. Ja, ik hoop dat jullie er begrip voor hebben. Ja, het is even niet anders. Ja, het is gewoon zo druk. Als je 2 vlogs hebt, heb je zoveel verschrikkelijk veel editwerk. Mensen die denken wel eens dat het allemaal vanzelf gaat. Dat het gewoon heel makkelijk gaat om zo'n video op te nemen. Gewoon je neemt het op en je zet het online en klaar. Maar het editwerk, daar gaat echt een hele hoop tijd in zitten. Je moet de hele video terug bekijken. Je moet de stukken tussenuit knippen wat niet goed is. Je moet stukken muziek onderzetten waar het nodig is. Ik moet wel eens een piepje doen omdat ik een of ander woord zeg.
Ja, er gaat gewoon zo ontzettend veel tijd gaat erin zitten. Dat het gewoon helaas niet altijd te doen is om een. Om zoveel, om 3, 4, 5 video's op 1 dag neer te planten, dat gaat gewoon niet. Daar is gewoon de tijd gewoon zo moeilijk voor. En ik loop nu ook af en toe loop ik wel eens vreselijk achter qua uploaden en met editen en zo. Ik neem alles natuurlijk een week van tevoren neem ik alles op. Maar zelfs dat af en toe is het nog wel eens is dat nog wel eens. Ja, is dat nog wel eens heel kort dag om dat allemaal weer op tijd voor elkaar te krijgen. Dat wil niet zeggen dat ik voortaan maar 2 weken van tevoren ga opnemen, want dat doe ik niet. Ik vind nu eigenlijk vind ik eigenlijk een week van tevoren vind ik eigenlijk al vind ik eigenlijk al een beetje kloten, omdat je vlogs zijn niet actueel. Je vlogs zijn allemaal een week van tevoren opgenomen, dus. Wat ik in deze week beleef, dat zien jullie pas een week later. Maar ja, het editwerk, dat is gewoon zoveel. Mensen vergissen zich daar wel in. En dat moet ik helaas doen, omdat ik gewoon ook de tijd nodig heb om alles, te editen en zo. Dus die tijd die heb ik echt dringend nodig. Om alle video's klaar te zetten. En als jullie elke week of elke dag om 3 uur een nieuwe vlog willen, dan is dat gewoon de enige oplossing om dat te doen. Nou, Bokito die zit ook bij me. Hé, Bokito, oude vriend. Oh, en kijk, en als ik dan Bokito roep, dan wordt er eentje wordt er altijd jaloers. En dat is onze oude Dribbel. Waar is Dribbel? Dribbel. Hé, hey, mooie poes. Wat is dat allemaal? Ja, wat is dat toch allemaal, vriend? Ga daar een slaapje doen, hè? Ja, je moet daar een slaapje doen. Jij ook, hè, Bukito? Jij moet ook even een slaapje doen, hè? Dus vandaar ook, ik moet even kijken, heb ik de kachel op de gang uitgezet? Want ik moet eigenlijk uit. Ja, die staat uit. En dan moet ik even de kachel even in de slaapkamer vast even aanzetten. Dan is het lekker warm als ik dadelijk naar bed ga. Want ik maak het niet te laat. Ik denk niet dat de vierjaarsvlog vandaag al klaar is of nu al klaar is. Ik denk dat ik morgen ook nog wel eventjes de tijd voor nodig heb. Of overdag er even tijd voor nodig heb. Het is natuurlijk inmiddels al de andere dag. Dus ja, wat dat betreft zal ik eens eventjes. Lekker even die kachel even aangooien. Oh, die staat nog aan. Oh, die ben ik helemaal vergeten uit te zetten, joh. Oh. Nou, die kan nog wel even aanblijven. Doe ik alleen even het gordijn even zo. Kijk, doe ik even het gordijn even zo. Hoppa. Huppakee. Zo, hoppakee, zo. Zo, nou, de poesjes zijn ook weer lekker bezig. Ga weg. Hoppakee, naar binnen jij. En dan, hoppakee, zo. Ja, jij is alweer te dingen, hè? Ja. Drip je niet, hè? Nee, drip je niet, hè? Drip je nou weer honger? Je hebt zelf de helft niet opgegeten. Kijk eens, je hebt nog een heleboel eten staan. Stelletje boeven. Nou, dit was de vlog van vandaag. Ja, sorry nogmaals voordat het kort is. Maar het is eenmaal anders. Ik kon er niks aan doen. Het heb echt een technische oorzaak. Maar in ieder geval toch nog even een vlogje op om 3 uur van mij. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Of grijs duimpje. Of weet ik van wat voor kleur het heb. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk eventjes, hè. Dus er komen nog een hele hoop leuke video's aan. Nou, ik wil iedereen bedanken en ik zou zeggen tot morgen, tot een nieuwe vlog.
En jullie weten het inmiddels. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.